Joyce, groot nieuws vandaag. Na onder andere Maartje, Ellen en Naomi maak jij nu ook bekend te gaan stoppen bij Oranje. De grote vraag is natuurlijk waarom? De belangrijkste reden is mijn heupblessure. En ondanks de 2 maanden rust die ik heb gehad, heb ik daar nog steeds last van. Het is slijtage aan je heup. Het speelt al langer. Ik kan me voorstellen dat je veel hebt overlegd, ook met de medische staf, met Allison. Hoe ben je tot die beslissing gekomen? Dat is een lang proces geweest. Ik heb inderdaad al jaren last en het wordt langzaam ietsje meer, want eigenlijk is het gewoon slijtage door het kiepen. En ja, ik heb na de Olympische Spelen ben ik wat rustiger aan gaan doen bij Laren en in overleg met Allison besloten om 2 maanden naar het buitenland te gaan. Ongelooflijk leuk kooschap gedaan daar, maar ook gereisd en de tijd genomen om mijn heup tot rust te laten komen. Met de hoop dat het helemaal goed zou voelen en dat ik nog verder zou kunnen. Maar ja, ik heb de conclusie moeten trekken dat het niet zo is en dat ik hem ook in het dagelijks leven voel. En nu kies ik voor mijn gezondheid. En wat betekent dat voor Laren? Ga je daar wel door? Ja, in principe wil ik blijven keepen. Alleen ik ga minder trainen. 2 keer in de week. En ik kan me gewoon niet meer voor de volle 100% geven voor het Nederlands team. Ook al zou ik dat graag willen. Maar 9 keer in de week trainen zit er niet in met mijn heup. En daarnaast wil ik me ook graag meer richten op mijn studie geneeskunde. Ja, want je bent in Australië geweest om coachschappen te lopen onder andere. De komende periode ook veel coachschappen. Heeft dat nog meegespeeld in je keuze? Het heeft niet de doorslag gegeven, maar ik vind mijn maatschappelijke carrière ook heel belangrijk en ik wil graag mijn studie afronden. En ik merk dat ik langzaam ook behoefte krijg aan de andere dingen. En ja, dat hockey, ik heb een ongelooflijk mooie carrière gehad, maar het is nu ook tijd voor de volgende fase in mijn leven. Ja, je noemt het al, hè? Een mooie carrière. In 2010 je debuut als jongste keeper ooit. Toen goud op de Champions Trophy, EK, WK, HWL, Olympische Spelen. 2 keer tot beste keepster van de wereld verkozen. Eigenlijk alles gewonnen wat er te winnen valt. Hoe kijk jij terug op je carrière? Ja, het is natuurlijk ongelooflijk mooi wat ik allemaal mee heb mogen maken. Wat we samen hebben gewonnen. Heel veel mooie herinneringen met mijn teamgenoten aan alle toernooien. Aan de processen daarnaartoe. En ik ben heel blij en trots. En wat ga je het meest missen aan Oranje? Absoluut mijn teamgenoten en het met elkaar naar toernooien toe werken en het beste in elkaar naar boven brengen. En het was ongelooflijk bijzonder. Top, dankjewel.